De deelnemers trekken alles uit de kast om de beste te zijn. En natuurlijk ook om een beetje op te vallen. How does it keep getting better? Deze kinderen uit Utrecht hebben alvast wat nummers bekeken. I don't feel hate. Heel leuk en heel vrolijk. Het is wel een beetje raar, want er komt in één keer een taart uit de wasmachine. Buddy Vedder weet alles over het Songfestival. Hij presenteert er dit jaar een speciaal kinderprogramma over. Het allerleukste vind ik dat het niet alleen een goed liedje moet zijn, niet alleen een hele goede zanger of zangeres moet zijn en niet alleen een heel goed regie-idee moet zijn. Alle drie die factoren moeten samenvallen. En alleen dan kun je het Songfestival winnen. De afgelopen dagen stonden twee nummers bovenaan in de voorspellingen. Malta. Ik zal het niet gelijk zo luisteren. Ze heeft wel een hele mooie stem, dat wel. Dus ik denk dat er misschien wel kans is dat ze gaat winnen. Andere mensen denken dat Frankrijk gaat winnen. Ze heeft een mooie stem en volgens mij heeft het ook een mooie boodschap, maar ik weet niet zeker, want ik versta het niet. Maar ik vond het wel een mooi lied. Ik denk dat ze wel kans maakt. Het gaat heel spannend worden tussen die twee landen, dat weet ik zeker. En voor mij is nog een outsider Italië. En nu was heel raar. Want heel veel, ze deden allemaal heel raar, ze maakten gekke bewegingen. Allemaal gekke rockmuziek is het. En ik denk niet echt dat dit een winnend nummer wordt. En ze denken dat dit één van de nummers is die kan gaan winnen. Ja, dat vind ik wel gek. De grote favoriet hier is Stefania. Die doet mee voor Griekenland, maar ze komt uit Nederland. Het leek wel op haar eerste nummer dat ze uitkoos, de Supergirl. Vond ik wel een beetje. En het zijn allebei wel powerliedjes. Mm-hmm. Het zijn liedjes waarbij ze heel... waarbij ze een beetje eruit springt of zo. Ik vind dat ze heel veel energie heeft en dat ze dat ze het wel goed gaat doen. De act is echt heel erg bijzonder. Alle dansers hebben groene pakken aan en in de regie maken ze op die groene pakken andere projectie. Dus je ziet niet die groene pakken, maar je ziet daar wat anders op. Heel lastig om dat goed te laten verlopen, maar volgens mij heeft ze het wel onder controle. En het liedje is top. Ja, echt een beetje een Dua Lipa popsong. Dus ik geef er echt wel een hele goede kans. Maar wie er uiteindelijk gaat winnen? Het wordt echt, echt spannend. Soms kan een uniek optreden, als dat op dat moment die avond plaatsvindt, dan kan dat helemaal de score veranderen. Dus daar hoop ik op, dat het niet wordt wat we verwachten, maar juist dat we misschien wel een hele verrassende winnaar hebben. Euroman, broco, broco, mi, mina, afusensi.